De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren, COL, roert zich. De vakorganisatie wil eindelijk aan de bel trekken over zaken die de landsdienaren niet meer kunnen uithouden. In dat kader is er vandaag op het ABO-terrein een spoedvergadering gehouden met alle lidbonden. Hugo Blanker, voorzitter van de COL, legt uit dat er een brief naar de president gestuurd zal worden met zaken die ze verbeterd willen zien. Blanker geeft aan waarom de COL haar standpunt duidelijk wil maken. Wij merken dat er over alles wordt gesproken, behalve over het belang, het materieel belang van de landsdienaren. Wanneer we nagaan de issues die er bij ons spelen als landdienaren, en we steeds als argument te horen hebben gekregen dat er geen geld is, en we daarmee een beetje ons hebben laten temporiseren, dan begrijp je dat je het niet kan verwerken wanneer je nu hoort dat er wel geld is, maar dat het geld is doorgesluist. De pijnpunten van de COL hebben te maken met de hoogte van de brandstofprijzen en de water- en stroomrekeningen. Dat ambtenaren moeilijk in aanmerking komen voor een bouwkavel en de intrekking van FISO, zekerheid van de pensioenen en bijbetaling voor medische zorg zijn de COL ook een doorn in het oog. Blanker geeft aan dat de regering 48 uur de tijd heeft om te reageren op de brief die gestuurd zal worden naar haar. Ik denk dat we nu rekening houden met al die persoonlijke, al die kleine acties die spelen bij die verschillende bonden. Gaan we inderdaad die punten die we hebben opgenoemd op papier zetten. En we gaan een aanvaardbare reactie verwachten van ze. Volgens Blanker zal de COL niet werken aan ondermijnende activiteiten. De organisatie wil dat de problemen van de landsdienaren opgelost worden. Als de regering niet reageert binnen 48 uur, zal ze overwegen om ook in protest te gaan.